Iedereen uit de hele wereld is vandaag hier om de conferentie bij te wonen. Die georganiseerd is door FNV Mondiaal. Net binnen zijn er succesverhalen gedeeld. Prinses Laurentien heeft gesproken, Han heeft gesproken. Het is een sociale dialoog. Waarom hebben we het daar vandaag over op deze conferentie? Nou, omdat er heel veel problemen zijn voor werknemers in de hele wereld. Mensen die onze spijkerbroeken maken in Bangladesh, tot mensen die de palmolie plukken die in onze pindakaas zit. En wij denken dat de beste manier om die problemen op te lossen is dat mensen zich kunnen organiseren in een vakbond. Ja. Dat ze kunnen onderhandelen met de bedrijven en dat er dialoog en overleg is. En dat is eigenlijk voor ons, maar dat is als vakbond eigenlijk vanzelfsprekend. Ja. De manier is om verbetering af te spreken. Voor ons vanzelfsprekend, maar niet altijd voor anderen. From Accra, Ghana. Uganda. From Nigeria. Bangladesh. Togo. And I'm from Holland too. Hoe is het om hier te zijn? Ja, geweldig. Nou, laat ik eerst ook even de gelegenheid pakken. Ik ben hartstikke trots op FNV Mondiaal dat dit zo georganiseerd is. Was je nog bijgebleven van het verhaal van prinses Laurentien? Ja, die legt toch wel even de vinger op de zere plek. Dat is me echt wel bijgebleven. Ja. Wij praten vaak vanuit win-win. En dat wil ze eigenlijk niet horen. Want dat vindt ze nogal een mannelijk gedrag. En ik vind het ook wel heel sterk dat zij de social dialogue gewoon tot dialogue, praten met elkaar, luisteren naar elkaar, heeft verkleind. Want dat is wel de kern waar het om gaat. Je hoort hier ook de voorbeelden. Hè? Je hoort ook van mensen, we hadden iemand uit Peru, die vertelt hoe small people, zoals hij het zegt, het verschil gaan maken. Het verschil gaan maken lokaal, maar die kunnen ook wereldwijd het verschil maken. En dat vind ik wel hartverwarmend en heel mooi. En mensen van over de hele wereld zijn hier vandaag. Ja. Om met elkaar daarover te discussiëren. En de sociale dialoog verder te brengen. Dat is waar het om gaat. Kon iedereen gewoon zich inschrijven voor een workshop naar keuze? Ja. Of werd naar, keuze, naar keuze. En ik dacht, ik ga even langs een workshop om te kijken hoe dat precies gaat. Ja, ik wist wel dat we het een en ander deden op internationaal gebied. Maar ik wist niet dat het zo ver ging. En om het van zo dichtbij mee te maken. Dat is iets waar ik alleen maar trots op ben. Ja, zoals jullie wisten, ik was al trots dat ik voor de FNV werkte. Maar ik ben nu nog trotser. Ik ga nu hierin. Hier vindt een workshop plaats. Dus kijk wat hier gebeurt. So, it's an open question to you guys. Nou, zoals je ziet, iedereen is druk bezig met de workshop en aan het luisteren. En ik liep net naar binnen en ik zag opeens alle gezichten mijn kant op. Want ik heb dus hakken aan en die hakken die hoor je dus ook. Ja, niet een goede combi natuurlijk. Kijk, FNV Mondiaal die steunt natuurlijk ook fabrieken in ontwikkelingslanden en de arbeidsomstandigheden die daar spelen. Ja, om die natuurlijk te verbeteren. Ik doe een bril op en wat ik dan zo meteen ga zien is hoe het er aan toe gaat in een fabriek in Bangladesh, een kledingfabriek. Ik doe zo'n bril nu op, nooit eerder opgehad. Oh, wacht, make-up gaat er wel vanaf, denk ik, of niet? Nee? Maar oké. Okay. Ah, ik krijg even een goede tip. Was je goede foundation net? Ik heb goede foundation, hij is vegan. Wow. Wat er op dat filmpje gebeurde is dat je heel erg bewust wordt van het feit wat voor kleding jij eigenlijk draagt en onder welke omstandigheden dat tot de productie komt. Meer fair trade kleding dat gewoon op de juiste wijze tot stand komt. Ik denk dat dat gewoon alleen maar goed is als jij even een appel doet op je gevoel. Oké, nog even een tip van mij. Altijd je lipstift in je zak. Why is it so important for you to be here today? For me, social dialogue is not negotiable. It's something that everybody should go in for. Exactly. Get people involved and you will get the results. Hi, you're from Beirut. Yes, I'm from Beirut. Why is a day like this important for you? It's important because we have a lot of experts that are talking about very important topics. Yes. They give ideas. We have at least a framework from which we can work. We also can exchange with the other participants. Mm-hmm. So these kind of events for me are crucial. Actually, like, I make also pictures of people. How nice am I? Like, how nice am I? Hi, René. Ruben. Oh, Ruben, sorry. Of course, bij René. Het mag ook hoor, als jij mij René wil noemen. Het maakt het zo belangrijk om hier vandaag te zijn. Arbeidsomstandigheden, dat maak je niet zelf. We hebben allemaal een eigen mening. Dat heb je als werknemer, dat heb je als werkgever. Je hebt ook allemaal belangen. Maar uiteindelijk is sociale dialoog gewoon heel erg belangrijk om de juiste mensen bij elkaar te krijgen rond een gemeenschappelijk probleem. Ja. En samen naar een oplossing te komen. En daarom is dit zo belangrijk. Hoe vind je deze dag tot zover verlopen? Ik vind het een hele leuke dag om vooral heel veel mensen met verschillende achtergronden ook bij elkaar te hebben. Ik leer onwijs veel gewoon. En hier achter de schermen werken zij natuurlijk super hard om alles gewoon te regelen voor ons. Maar Noor die heeft mij zo goed geholpen en die heeft zoveel voor me uitgezocht. Het is volgens mij aan het eten. Sorry Noor. Thanks Noor. Graag gedaan. Nu ben ik even aan het wachten op iedereen die zo meteen uit de workshops gaat komen. Want ik ben super benieuwd. What kind of lesson are they taking back home? Strengthening social dialogue. Wow, just to guarantee the rights for the workers.
यो सोशल डायलग माने सामाजिक संवादको माध्यमबाट देशको चाहिँ समृद्धिका निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा नै मैले चाहिँ यो कार्यक्रमबाट लिएको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। Join the union. Please join the union because we need you. Okay, small permission about it. I think from today and from what we've been doing with the FMV in the past couple of years is that social dialogue is difficult. Yes, it especially is. Especially in Colombia. Yeah. But it's not impossible. True. I think for many years, the work we've been doing with trade unions, on labor rights, etc., we've never really been able to have access to firms because they immediately shut the door many times in our face. But here we've found out that it is possible. It needs patience. It is. Time. Yes. But through respect, mutual respect and collaboration, it can be done. Okay, high five to that. Okay. Boom! Let's do a high five. Bam! Girl! Yes, skin just like bam! I actually do not know the words yet. You know what? I feel one day was not enough for this conference. No. Because it was simply amazing. It was very enriching. I'm taking so much back home in the line of social dialogue. Put the ego aside. It is. Respect each other's views. And that is true and effective social dialogue. Well, the world is really small. And I think it's very important for us to embrace cultures. Try to meet new people. Definitely. Try to, you know, be open-minded. And the world will be a beautiful place. We love it. Ik haal mijn jas op. Ik ga er weer vandoor. En ik dacht, hij mag natuurlijk niet ontbreken op mijn vlog. Ik mag kijken naar haar vlog. Dat is echt moeite waard. Ja, dat vind ik ook. Ja, dankjewel. Thanks voor de shout-out. Thank you. Oké, nu eventjes doei zeggen tegen deze ladies. Kijk, hier staan ze dan. Deze toppers hebben de dag gewoon mogelijk gemaakt. Kijk, Marjan, Noor, Sandra, Nanette. I'm going home.